Oeh, dames en heren, daar zijn we weer. We stonden even van een korte eetpauze te genieten. Maar de tweede wedstrijd gaat dusdanig furieus van start. Dat het broodje aan de kant gelegd moet worden. Want hier is al de 1-0 voor Etienne Keynes. Akalisje staat met 3 doelpunten voor nu totaal. En gaat hier wellicht Ferdy Schubert uitschakelen. De man die zich 2 weken geleden in Almere zo overtuigend plaatste voor de Nederlandse kampioenschappen. Hij schoot zich met grote overmacht naar de laatste 16. Speelt vandaag met het mes tussen de tanden. Maar een gelijkspel tussen Jamie en Etienne. En een verliespartij van Jeverny tegen Jaira 25. Lijkt erop uit te lopen dat Etienne zich hier ook bij de laatste 8 spelers gaat scharen. In de andere pool op dit moment bezig. Simon van der Horst, AK de Tank, tegen Eldridge O'Neill. Staat 1-1 in de tweede wedstrijd. Een zeer spannende wedstrijd daar. We staan nog steeds gelijk. Dan zien we hier een prachtige lange bal op Bale die zijn doel niet gaat bereiken. Goed uitverdedigd hier van Etienne. En Jeverny moet nu gaan oppassen dat hij niet in het mes loopt. Want daar komt de lange bal op Robben. Die wordt net niet bereikt. Dan, een mooi combinatiespel op middenveld. Bijna Catalaan zou je het willen noemen van Real Madrid. Behalve dat het hier uit een tegenstoot kwam en niet uit balbezit. Oeh, laatste eindpaas niet goed. Hier dan alsnog Benzema 1-op-1 met de keeper. Kan, daar kan redding worden gebracht door de keeper van Akalisjes. En Jeverny heeft 3 doelpunten te gaan. En eigenlijk 4, want hij moet deze wedstrijd winnen. Als hij nog door wil gaan. 1 doelpuntverschil zou genoeg zijn, maar dat betekent wel dat hij hier 4 keer moet scoren. Tegen Akalisjes. Ongetwijfeld de beste speler uit Rotterdam van de laatste jaren. Die zich kwalificeerde dit jaar in Amsterdam. Nee, in Vlaardingen, excuus. En vorig jaar in Rotterdam. En we zien hier een moeizame situatie voor Ferdy Schubert. Want hij heeft nog wat doelpunten te gaan. En de verdediging van Bayern München, van Etienne, zit potdicht. Hier een te scherpe dieptepaas. Makkelijke prooi voor Neuer. En zo hebben we nog 3/4 wedstrijd te gaan. En Etienne die hier nog altijd zeer gefocust naar het beeldscherm staat. U ziet hem rechts in beeld. En die zich nog steeds niet rijk rekent. Hij blijft alles op alles zetten om die voorsprong uit te breiden. En hier moet hij dan gaan oppassen. Dat hij niet in het mes loopt, want Ronaldo is los. Jeverny, Ferdy Schubert verliest net de bal op de laatste verdediger. Dante, rots in de branding voor Bayern München, zoals hij dat ook dit seizoen in het echt zo vaak al is geweest. Een ijzersterke verdediger. Werd eerst als verdedigende middenvelder opgesteld, maar sinds de komst van Josep Guardiola omgeturnd tot een zeer complete centrale verdediger. Kopsterk, fysiek sterk. Heeft nauwelijks overtredingen nodig, vooral om zijn spitsen af te stoppen. Dat is zeer opvallend. Misschien wel een van de beste verdedigers ter wereld. En oh, heel gevaarlijk hier. En Jeverny zit daar net niet tussen. Ferdy die hier weer op moet passen. Want dan is er de uitbraak van Etienne. Oef, verliest hier de bal bijna met Kroos. Doet dat alsnog aan Di Maria. Angel Di Maria die stuurt Benzema diep. Die stuurt Bale op zijn moment. Weg. Isco gaat nu Ronaldo bereiken. Nee, net niet. Wordt overgenomen en Etienne kan hier bouwen aan een nieuwe aanval. Alhoewel, middenlijn, bal weer veroverd. Gaat hij alsnog op zoek naar Robben. Die op zijn beurt Ribéry probeert te bereiken.
We lopen de deelnemerslijst nog eens even door. We hebben natuurlijk Pollat Mania, Ekrem Pollat, Jamie Dans, Jaira 25, Simon van der Horst, de Tank en Damien Derkink. Uit de qualifier in Amsterdam eerder dit jaar. In februari werd er in Vlaardingen gespeeld. Daar werden Leroy Solano, Rachid Ramos, aka Rachid, Dominique van Belen en Etienne Keynes, de Akalisjes, vochten zich daar een plaats naar de laatste 16. Dan hadden we in de derde voorronde in Almere hadden we Ferdy Schubert, die hier nu speelt tegen Akalisjes. Joey Carrillo, Ismet en Abdullah Dinch, Passo en Abdiovic. En ja, titelverdediger Eldridge O'Neill, die natuurlijk ook vandaag achter de prestance geeft. En twee online qualifiers, Miracle en Jins. En dan was er een wildcard voor tweevoudig Nederlands kampioen Vishal Jangur, aka DS. Die in deze pool zou spelen, maar helaas te laat is komen opdagen. Of helemaal niet is komen opdagen eigenlijk. Dus vandaar drie spelers deze pool. Jamie Dans uit Arnhem heeft zich al geplaatst voor de kwartfinales. En dan is het hier tussen Ferdy Schubert en Etienne Keynes. Wie zich daarbij gaat voegen. Het lijkt de beste papieren voor Akalisjes, Etienne. Maar Jay Verney zal er alles aan doen om daar een stokje tussen te steken. Moet nog vier keer scoren, heeft nog één helft daarvoor. Dat zal een zeer lastige opgave worden. Maar hij gaat natuurlijk alles op alles zetten. Want de prijzen hier liegen er niet om. Een PlayStation 4 voor de winnaar. Een ticket naar het WK Pro Evolution Soccer in Brazilië. En een hotel al daar. Allemaal betaald door Konami. Het toernooi wordt georganiseerd door PES Live. Melvin Wolters en Abdullah Kutsuk. De stream wordt hier geregeld door Chaos TV. Mijn naam is René Treur. Ik zal als commentator vandaag dienst doen. Zoals ik ook op de qualifiers erbij was. En ik zag daar een zeer overtuigende Akalisjes aan het werk. Die zelfs na zich te kwalificeren in Amsterdam ook nog kwam opdagen op de qualifier in Almere 2 weken geleden. Puur om toernooiervaring op te doen en de concurrentie te bekijken. Helaas voor hem een week geleden een update van Pro Evolution Soccer, waardoor de speelstijl compleet anders is geworden. Niet elke speler is daar even blij mee. De timing van het moment van deze update. Want daardoor werd de voorbereidingstijd op dit toernooi natuurlijk erg kort. Maar goed, dat geldt voor alle spelers. Dus kan niet als excuus worden aangevoerd. Hier weer een gevaarlijke aanval van Jay Verney. Die komt daar nog net met Benzema in balbezit. Ronaldo verspeelt hier de bal. En dan is er slordig werk op het middenveld van Etienne. En dan Jay Verney met een kansrijke positie. Bale, prachtig schot richting lange hoek. Die wordt naast getikt. Dan is er een corner voor Ferdy Schubert. En kan hij hier een doelpunt maken? Hij heeft ze hard nodig. Hij moet er nog 3 scoren om gelijk te komen. En eigenlijk 4 scoren om nog door te gaan in dit toernooi. Hij zou dan Etienne Keynes uitschakelen. Speler die vorig jaar nog de kwartfinale haalde op het Nederlands kampioenschap. In Amsterdam, in de Game Mania Shop. Hier wat tactische wisselingen. Even kijken hoe dat gaat uitpakken en welke speler hier het overwicht kan pakken in het restant van de wedstrijd. De corner van Jay Verney gaat hoog over alle spelers heen. Ronaldo en Robben in een woest gevecht om de bal verwikkeld. De Nederlander die daar met succes uitkomt. En dan zijn ploeggenoten gaat lanceren. Prachtige diepe bal. Ribéry die kan daar voor zijn verdediger komen. En die gaat hier de lange hoek zoeken. Nee, in de korte hoek. En Casillas haalt hem net voor de doellijn weg. Zo lijkt de overwinning voor Etienne Keynes niet meer in gevaar te gaan komen. En in de andere pool nog altijd spannend. De wedstrijd tussen Eldridge O'Neill, titelverdediger, tegen een van de Amsterdamse qualifiers, Simon van der Horst, aka de Tank.
En O'Neill staat hier op een 3-2 voorsprong en gaat zich ook plaatsen voor de kwartfinale, zo lijkt het. Want zijn eerste wedstrijd ging al gewonnen. En hier dan wederom Akkelisjes in de aanval. Laten we even focussen nog op deze wedstrijd, want het kan nog altijd zo zijn dat Jeverny hetzelfde doet als hij tegen Jamie Dans deed in zijn eerste wedstrijd. Namelijk tot 2 maal toe scoren binnen 10 minuten, dan zou het zomaar weer spannend kunnen zijn. Xabi Alonso wordt naar voren gestuurd. Oh, een bal via de paal in de handen van de doelman. Veel ongeluk voor Ferdy Schubert, want dit was een zeer grote kans. En hij had deze moeten maken als hij door had willen gaan. Hier nog altijd Etienne Keynes met balbezit. En Jeverny kan niet meer echt voet aan de grond krijgen. Hij speelt een extra aanvallende speelstijl. Maar zijn spelers zijn moe gestreden. En de gaten die daardoor in de verdediging vallen worden gretig opgepakt door Akkelisjes. Die hier er weer goed tussen zit, maar dan een matige paas van Swijnsteiger. Een speler die op het WK 2010 nog zo in vorm was. Maar daarna toch duidelijk last begint te krijgen van de jaren die wegtikken. Zoals zijn voormalige ploeggenoot Mark van Bommel dat ook had. Oeh, het lijkt een overtreding van Etienne. Wordt niet voor gefloten en dan mag Akkelisje zich nog een keer wagen aan een hoogstandje. En komt daar helaas voor hem net niet weg met een succesvolle afdruk. Kan hier met Ribéry nog wel 1 keer aanleggen. Hij zoekt zijn teamgenoot Robben en die gaat voor de beslissing en definitief de wedstrijd gespeeld. 4-1 en 2-0. 3-1 en 2-0, excuus. En zo is het duidelijk wie hier doorgaat naar de kwartfinale in deze pool. Dat zijn Etienne Keynes, aka Akkelisjes en Jamie Dans, aka Jaira 25. Nog wel een pleister op de wonden hier met een prachtig goal direct van de aftrap van Jeverny. Ferdy Schubert die zich niet gewonnen wil geven en met opgeven hoofd de wedstrijd uitspeelt. Blijft zijn best doen en trapt er nog 1 tegen de touwen, maar... Hier is dan het eindsignaal en de felicitaties gaan uit naar Akkelisjes en Jaira 25.